De deontologische code die is ooit ingevoerd, maar ik heb niet de indruk dat daar heel strikte hand aan gehouden wordt. Maar effectief, schijnbaar zit zij op een andere lijn en dat is toch veelzeggend. Je hoort altijd de grote verdedigers van de democratie, van de mensenrechten. Ja, dat is dan zogezegd het verhaal van de groenen, van Ecolo. Maar wanneer dan het recht op vrije meningsuiting van andersdenkenden moet verdedigd worden, dan blijkt dat toch niet zo'n doordrongen overtuiging te zijn. Ze zal aanblijven. We zijn dicht bij de verkiezingen. Je moet niet denken dat Ecolo daar minister voor lost. Je moet weten dat de regeringslid maar verdwijnt wanneer de eigen partij het vertrouwen opzegt. En dat zal hier zeker het geval niet zijn. Wij hebben de voorbije weken meerdere gevallen gehad waarmee je zegt, ja, ministers die maken toch wel heel rare bochten. De premier zal er zich weer op zijn premiers, op zijn de kroos, proberen uit te wiezelen. Woorden en daden, daar zit altijd een grote kloof in.